Misschien. Maar tijdens de laatste 10 à 15 minuutjes ga ik nog eventjes in op de moleculaire werking van bacteriofagen. En meer specifiek die laatste stap. Ja? Dus het is goed om bacteriofagen in hun geheel te gaan gebruiken. Maar als hier gebeurt iets heel interessants. Hier is een bepaald eiwit dat de bacteriële celwand gaat stuk maken om die bacteriofagen vrij te laten. Dat eiwitje is iets dat van binnenuit de bacterie stuk maakt. Ja? We hebben in ons labo eigenlijk het omgekeerde kunnen doen. Namelijk, als je dat eiwitje hebt en je voegt dat langs buiten toe, kun je de cel laten stuk breken. En inderdaad, dat werkt. En dat is op wetgevingsvlak heel wat eenvoudiger. Jullie hebben allemaal Flamigel in de ijskast liggen, toch velen onder jullie. Wel, het antibacterieel middel dat daarin zit, is een eiwit. Een enzymgebaseerd antibioticum. Ja, dat heeft niks met bacteriofagen te maken, maar het eiwit hier, op vlak van wetgeving, is eigenlijk zeer gelijkaardig. En we kunnen dus met dit soort eiwitten, afgeleid van bacteriofagen, ook nieuwe antibacteriële therapieën gaan doen. Hoe ziet dat eruit? Wel, dit is een delende bacteriecel. Wanneer we daar ons eiwit, ons zogenaamd artilizine, aan toevoegen, ziet je hier dat er een gat wordt gemaakt in die celwand en je ziet dat het celmateriaal er eigenlijk uitkomt. En dat gebeurt op een heel specifieke manier. Ja. Meer nog, wanneer dat je zit in een situatie met slechte bacteriën in blauw, goede bacteriën in het groen en een antibioticumresistente bacterie die daar ook tussen zit, wanneer je die gaat behandelen met een antibioticum, ga je de goede en de slechte bacteriën afdoden, gaat de antibioticumresistente bacterie overblijven en kan die zich terug gaan vermenigvuldigen en kun je niks meer doen. Ja? Ons artilizine gaat op een andere manier werken. Dit is geen stok in de wielen. Dit is het roesten van uw fiets. Hè. Dat is die celwand stuk maken. En de bacterie heeft daar geen verweer tegen. Ja? Dus die resistentieontwikkeling is er niet. En bovendien zijn die artilizines zo gemaakt dat ze heel specifiek de pathogene bacteriën gaan dooddoen, de goede bacteriën overlaten en zo dus zorgen dat het evenwicht op die huid, bijvoorbeeld bij een huidinfectie, veel sneller zal herstellen. Ja. Het verdedigingsmechanisme van de huid, van de goede bacteriën, blijft intact. Ja. En dat is belangrijk. Dit hebben we natuurlijk uitvoerig getest, preklinisch in een infectiemodel, waarin dat we huidcellen in een fles laten groeien. Excuseer. Gaan laten groeien tot een confluente groei. Als je onder de microscoop kijkt, zien die keratinocyten of huidcellen er zo uit. Ja? Dit duurt ongeveer 6 dagen vooraleer dat mooi volgroeid is. Als je dan een dodelijke hoeveelheid bacteriën gaat toevoegen en een uurtje later je artilizines, kunnen we 4 uur later gaan kijken. Ja? De bacteriën bij de geïnfecteerden zijn maximaal. Wanneer we onze artilizines, onze enzymen toevoegen, wordt dat eigenlijk drastisch gereduceerd. Ja? Terwijl de keratinocyten zelf hier, de geïnfecteerden, die dus geen bescherming krijgen, gaan allemaal afgedood worden. Terwijl hier worden de huidcellen beschermd tegen de bacterieaanval. Dat is dan ook verder ontwikkeld in het bedrijf Lisando, dat bij de inleiding kort is vermeld, voor tal van toepassingen, enerzijds in de diergeneeskunde, maar ook in de humane. Dus deze hond had eigenlijk een oorinfectie die gedurende 20 dagen is behandeld geweest met antibiotica, terwijl
Artelizines om de anderhalf uur, na 9 uur, eigenlijk al een verminderde ettervorming, verlaagde ontsteking en drukpijnen gaf. En na 2 weken was er geen heropflakkering meer en ook de pathogene bacterie was verdwenen. Dat wordt momenteel ook in het ziekenhuis getest als een spray voor wondes. In dit geval iemand die gedurende een jaar in coma lag en eigenlijk hier boven in de onderrug een verschrikkelijke doorligwonde had, die gedurende maanden eigenlijk zonder succes is behandeld geweest met antibiotica en waarbij eigenlijk op enkele maanden tijd die wonde volledig is kunnen sluiten. En zo zijn er gelukkig meer en meer voorbeelden. En dat zijn dus enzymgebaseerde antibacteriële middelen, afgeleid van bacteriofagen, die totaal anders werken dan antibiotica en in staat zijn ook antibioticumresistente bacteriën af te doden. Tot slot, ik hoop dat jullie beseffen dat antibiotica over het algemeen toch nog efficiënte en essentiële middelen zijn om bacteriële infecties tegen te gaan, maar dat we op een zeer correcte manier die antibiotica moeten gebruiken. Dat neemt niet weg dat er veel nood is aan nieuwe zaken, nieuwe middelen, omdat die antibiotica-resistentie daarvoor zorgt dat nieuw innovatieve manieren nodig zijn. En de maatschappij moet daarin investeren, omdat er vanuit de farmaceutische industrie eigenlijk op dit moment nog steeds een belangrijke hurdle is om zo'n nieuwe producten te gaan ontwikkelen. En alle antibacteriële strategieën die eruit komen, zouden moeten selectief en gericht zijn. Hoe specifieker we het pathogeen kunnen afdoden, hoe beter. Omdat we geen collateral damage hebben en ook minder kans op resistentieontwikkeling, omdat die andere er niet bij zit, en een snellere genezing. Dus het is belangrijk dat we daar voor die strategieën op een duurzame manier gaan diversifiëren en specifiek gaan werken.